Ik sta hier omdat ik bestuurder ben van OVC 21. En die zijn gevraagd om walking voetbal op te pakken. Was een idee dat we al een tijdje hadden. Maar goed, je moet altijd mensen hebben die meedenken en meedoen. Er kwam Gerard, oud-voorzitter, om de hoek. En die gaf aan van, was geïnteresseerd in walking voetbal en of wij dat wilden oppakken. Nou, dat willen we wel. En vandaar dat we een klein media-offensief zijn begonnen. We willen in elk geval met jullie bespreken van, oké, wat is walking voetbal? Hoe ziet het eruit? Hoe zien wij het? En wat zijn jullie ideeën erbij? Walking voetbal is ook een initiatief van de KNVB. Het gaat er eigenlijk om dat bij heel veel sporten kun je het doen als je heel jong bent en ook nog als je wat ouder bent. Bij voetbal was dat niet zo. Op een gegeven moment houdt dat toch op, dan zelfs voorbij de leeftijd van de veteranen. En daarom is walking voetbal eigenlijk ook in het leven geroepen. En het gaat er vooral om van walking voetbal is gezond, maar het moet vooral gezelliger zijn en met elkaar maakt het een mooie bezigheid. Ze zeggen over de ouderen dat ze eigenlijk te weinig in beweging zijn. Ze zouden eigenlijk daar wat aan moeten doen. Ze zitten te veel thuis, ze moeten wat meer onder de mensen komen. En daarvoor zeggen we dat walking voetbal helpt. Sommige mensen, dat heb ik ook ooit in de uitnodiging geschreven, vinden het een gruwel. Is het nou wel of geen voetbal? Ja, je kunt zeggen, nou, het is eigenlijk geen voetbal, je mag niet hardlopen. Je mag geen sliding doen, het is niet een groot veld. Dan kun je zeggen, maar ja, aan de andere kant, we hebben wel twee teams. We spelen met de voet, we hebben een bal. Dus wat dat betreft zeggen we, het is een wedstrijd met een eerste en een tweede helft. Dus wat dat betreft is het in onze ogen is het wel voetbal. Nou, en dan kom je echt bij de voetbaltechnische regels. Niet rennen met of zonder bal. Dus eigenlijk volgens mij is dat het moeilijkste onderdeel. Het is min of meer snel wandelen. Je wordt altijd geacht één voet aan de grond te houden. Dus dat is denk ik de moeilijkste om in de gaten te houden en als zodanig mee om te gaan. Geen slidings. We houden elkaar wel even rustig. We zorgen dat het gezond blijft. Geen ingooi. Geen buitenspelregel. Geen bal boven heuphoogte. Zodat we hem niet in je smoel krijgt, zeg maar. De vrije trap is altijd indirect. Dus nooit op de goal. Want er staat geen keeper in. Geen schouder- of rugduw. Dus geen lichamelijk contact. We blijven iets bij elkaar uit de buurt. We respecteren elkaars lichaam en gezondheid. En niet scoren vanaf de eigen helft. Toch even van tevoren is het nuttig om even te kijken of fysiek zeg maar geen problemen hebt met walking voetbal. En daarvoor hebben we dan ook Carla Masterbroek van Fysiotaal gevraagd om daar iets over te gaan vertellen. Ik wil een paar dingetjes even toelichten. Begin rustig. En waarom? Als je beweegt, welke vorm van bewegen ook, en zeker in het spelfactor, spelen adrenaline en cortisol. Ooit van gehoord? Dat zijn hormonen, die maken we aan, maar die zijn ongelooflijk ook pijnstillend. Dus tijdens je wedstrijd of je potje voel je niks. Maar de dag daarna kom je het bed niet uit. Daar moet je rekening mee houden. Maar wat is gevaar bij walking voetbal? Dat zit in de snelheid toch van dingen. Ondanks dat je niet mag lopen of mag hardlopen, het wenden en keren. Wenden en keren is een plotse richtingsverandering op weefsels. En dat maakt dat blessure belangrijk is. Langdurig wandelen, langdurig fietsen, hoef je geen warming-up voor te doen. Dat komt dan langzaam wel, maar dit is daar naartoe en weer dat en daar naartoe. En die weefselverandering vraagt even een warming-up. Grappig is, hoe oud je ook bent, opbouw van training is altijd mogelijk. Zowel van je hart, vaat en longsysteem, nou dat is natuurlijk hartstikke goed en gezond, als van je spieren. En naarmate wij ouder worden, leveren we daar gewoon toch op in. En dan is het mooi, hoe meer je kan onderhouden, hoe beter en vitaler voor later. Perfect. Pijn is wel een signaal. Je hebt heel vaak de uitspraak, oh, dan moet je doorheen. Daar ben ik niet altijd mee eens. Spieren zijn het niet meer gewend, je zet even aan, tak. Dus niet het heel ernstig, gaat echt wel weer over, maar doet wel even pijn. Dus hou daar rekening mee. Maar stel dat je nou omvalt. Vroeger kon je natuurlijk gewoon makkelijk, als je lag, dan ging je eigenlijk wel weer opnieuw in de benen. En was het goed. Ja. Je bent gevallen, je draait naar de knieën. En dan is het een voet naar voren en heb je namelijk je eigen steuntje al. Op het moment dat je dan je steun hebt, kom je veel makkelijker overeind. Dus eigenlijk het draaien naar de knieën is ook voor thuis altijd het advies.
drinken. Hoeveel liter per dag? Komen we eraan? Wie wel? En twee is wanneer je niet sport. Dus, ik denk bidonnetje mee en het bidonnetje leeg. Waarom? Want je bevordert je herstel. Je maakt afvalstoffen aan en van die afvalstoffen krijg je spierpijn, noem maar op. En door het water ga je plassen, dus je gaat afvoeren. Hartstikke gunstig. Bewegen zorgt ervoor in principe dat je bloeddruk daalt. Niet op het moment zelf, maar wel door het bewegen in het algeheel. Wat zou een gevaar kunnen zijn bij het walking voetbal? Tijdens je actie je adem inhouden. Dat kennen we vast. Dat iets zwaars doen. Een conifeer verzetten. Dat. Adem inhouden is persen, is bloeddruk expliciet verhogen. Dus adem door. Wie is ooit in de sportschool geweest? Wie kent die dat soort boys? Wat hoor je ze doen als ze die zware gewichten? Ik vind het soms bijna overdreven, maar voor een bloeddruk is het goed. En dat weten die jongens, want die hebben wel degelijk verstand van het lichaam. Dus blijf doorademen. Ik heb vervolgens nog een klein beetje de mogelijkheid vandaag, als je dat wil, want je bent vrij om daarvoor te kiezen, een indruk te krijgen van je algehele gezondheid. Dat doen we met wat vragen en wat metingjes. Bloeddruk, vetpercentage, je gewicht, de hartslag en vet, ja, dat heb ik gezegd, vetpercentage. Ben je van harte welkom om even langs te komen. Geef ik je daar al een eerste advies over. Ik vind het een heel leuk initiatief. Maar ik wil wel heel graag dat het gezond gebeurt. En met veel plezier. Bloeddruk. 142,60. En dan is dit de opvallende. Ik heb er ook neergezet. Het wordt een laag onderdruk. En pas op met snel opstaan. Dan krijg je dat. Ja, dus heel herkenbaar. Heeft hiermee te maken. Heeft ook hoogstwaarschijnlijk wat te maken met de medicatie die je slikt. Maar die is nodig. Dus zelf gewoon wat aandacht hiervoor hebben. Voor de rest hebben we het gewicht en de lengte. De hartslag is keurig regelmatig. De balanstest is helemaal goed. En als je kijkt naar het vetpercentage, zit die ietsjes te hoog en zou dat dit kunnen. Ja, precies. Zou dat dit ongeveer. Als je echt helemaal in de normen zou willen vallen, ja, moet je hier aan denken. Als je ook rond de 70 komt. Ja. Verder gewoon keurig. Ik heb erop neergezet op basis van de test. Is het bezoek aan de huisarts wenselijk? Nee, dat hoeft niet vooraf aan deelname wat mij betreft. Uitgebreid onderzoek is een eigen keus. Ik heb die dan wel, die staat hier dan wel uitgeschreven wat we dan onderzoeken. Mocht je dat willen, kun je even contact opnemen en even een afspraak plannen. Maar is niet verplicht. Dus eigenlijk gewoon prima. Oké. Dus vertrouwd om te starten wat mij betreft. Ik kan starten? Ja. Goed zo. Ja. Jan Meleboer, jij bent vanmorgen hier gekomen. Met welk doel? Met welk doel? Om meer mensen te gaan ontmoeten. Bewegen. Want als je oud wordt, wordt de cirkel wordt steeds kleiner. En dan merk je ook van, hey. Af en toe denk ik van, hey, ik moet wat gaan doen. En dan ben ik nu mee bezig. Ja. Maar, wat zijn jouw verwachtingen? Ik vind het nu al gezellig. Ik vind het nu al gezellig. Ik kom oude bekenden tegen van jij en anderen. En oud voetballers van vroeger. Ik vind het helemaal goed. Is voor jou een heel belangrijk aspect? Eigenlijk wel, ja. Contacten? Heel belangrijk. Ja, zonder meer. Ja. Je bent zelf voetballer geweest, hè? Ja. Vat het je straks ook moeilijk, denk ik, om dit spelletje te spelen? Nee, denk ik niet. Waarom niet? Omdat ik voldoende beweeg. Geen overgewicht. Spieren nog vrij soepel. De test is perfect, volgens Carla Masterbroek. Dus... we gaan ervoor. Langzaam opbouwen en dan gezelligheid. Ja. Jan is heel gemotiveerd. Absoluut. Gerard Marsman, ex-voorzitter van OVC 21. Vanmorgen de presentatie van Walking Voetbal. Het begon te kriebelen bij jou. Jij bent de initiatiefnemer. Hoe ging het allemaal in zijn werk? Ja, ik ben initiatiefnemer. Het idee sluimerde al heel lang bij OVC 21. En op een gegeven moment hoorde ik van het fenomeen Walking Voetbal. En toen heb ik geprobeerd daar aandacht voor te krijgen en ik kreeg een gewillig oor hier bij OVC 21.
En toen met Jos Legerbeke, bestuurslid van OVC 21, hebben we het initiatief genomen om te komen tot de eerste aftrap van Walking Voetbal met deze introductiebijeenkomst. Je hebt vanmorgen die presentatie hier gedaan. Kun je die nog in het kort even samenvatten? Ja, de presentatie ging over van, nou ja, vooral wat zijn de spelregels. Hè? Je speelt op een kleiner veld, je mag niet hardlopen, er zijn geen slidings. Al die elementen van het voetbaltechnische hebben we uitgelegd. We hebben ook gekeken naar de uitrusting. Vooral ook van het schoeisel is denk ik belangrijk. Verder gaat het, is het niet zo'n dure aangelegenheid. En we hebben ook vooral heel veel aandacht gegeven aan het fysieke aspect, het gezondheidsaspect. Daarvoor hadden we gelukkig Carla Masterbroek in onze gelederen. Die heeft uitgelegd wat je moet doen voordat je überhaupt aan walking voetbal begint. En ook wat je elke dag moet doen voordat je met de wedstrijd begint. Ja. Jullie hebben toch wel de nadruk gelegd op de sociale en de maatschappelijke functie, hè, van walking voetbal. Ja, het is gezond voor je lichaam en dergelijke. Maar het is ook vooral bedoeld om te zorgen dat de ouderen zich steeds onder de mensen begeven. Dus we noemen het de gezelligheidsfactor. Dat wil niet zeggen dat het de sport helemaal minder belangrijk is. Maar wel belangrijk is ook de sociale interactie van de mensen die deelnemen. Maar uiteindelijk is het bestemd voor alle mensen die dus geïnteresseerd zijn in het voetballen als 60-plusser. Ja, het zijn eigenlijk mensen die altijd al graag tegen een balletje trappen. Ik had dat zelf ook in met mijn kleinkinderen. Maar ja, die zijn nu te snel geworden. Dus daarom zoek ik een andere groep mensen om een balletje mee te trappen. Ja. Wat denk je, Gerard? Waar moeten de voetballers straks het meest aan wennen? Is dat het automatisme om als eerste bij die bal te zijn? Nou, waar ze het eerste aan moeten wennen is toch... Ik denk dat het de moeilijkste factor is dat je niet mag hardlopen. En de andere elementen die wijzen zich vanzelf. Hè? Dat je geen slidings mag doen, dat je niet mag ingooien, maar dat je intrapt. Dat je geen keeper hebt. En zo, dat wijst zich vanzelf. Maar het feit van eigenlijk het voortbewegen is het, of ze snel is het lang, zoiets als snel wandelen. Ja. Hoe lang duurt het voordat een walking voetballer gewend is aan het spelletje? Nou, ik denk dat dat heel snel gaat. Het is wel wat Carla Masterbroek heel nadrukkelijk aangeeft. Begin voorzichtig en bouw het langzaam op. Dus wat dat betreft kun je misschien zeggen dat het nog wel een paar weken duurt voordat je dan helemaal bij bent. Maar op zich, vanaf het eerste moment kun je gewoon meedoen. Kunnen 60-plussers die geen voetbalverleden hebben en op latere leeftijd willen starten, zich ook opgeven voor walking voetbal? Iedereen is welkom. Ja. En er is nagedacht over walking voetbal voor vrouwen? Ja, die vraag hebben we al meer gehad. Daar gaat het denk ik met elkaar om. In principe, gezien de aard van de walking voetbal, leent het zich ook heel goed voor dames. Dus wat dat betreft zou het best kunnen. En als ze zich geroepen voelen, gewoon aanmelden. En dat kan op mijn e-mailadres. gjjmarsman@outlook.com. We zullen projecteren. Goed zo, dankjewel. En... nog een vraag van onze altijd creatieve cameraman, Pieter. Is de derde helft ook belangrijk? Ja, maar toch minder belangrijk. We spreken dat we na afloop misschien nog een kopje koffie drinken, maar we maken er geen bagganaal van. En wanneer start walking voetbal in Ommen? Nou, wanneer we het aantal van 15, 16 mensen hebben, dan gaan we de eerste wedstrijd spelen. En je hebt nog geen dag gepland? Nee, dat hebben we nog niet gepland. We willen eerst even kijken van alle aanmeldingen binnen hebben. Even een communicatiekanaal opzetten en dan kunnen wij van start gaan. Gerard, heel veel succes met het opstarten van dit mooie project. Dankjewel. En we doen ons best.